In de sfeerrijke omgeving van het Deetuwse plaatsje Acooi is begin van dit jaar een nieuwe bestemming gegeven aan dit vroegere poldergemaal, de Oude Horn. Dat is een oud watergemaal waarin wij glas maken in een kleine, zeer toegewijde groep. Met de bedoeling om de glascultuur die op de rand van de afgrond ligt in Nederland op te pakken en verder te brengen. Deze wat provocerende woorden tekenden wij op uit de mond van de glaskunstenaar Willem Heesen, die jarenlang hoofdontwerper was bij de glasfabriek Leerdam en die nu samen met meester glasmaker Piet van Klei objecten maakt waarvoor de industrie steeds minder mogelijkheden bood. Als je glaskunst wilt bedrijven, dan kan je dat niet doen zoals ik vroeger deed, van achter de tekentafel. He, dingen bedenken en een tekening maken en die doorgeven aan de glasmaker. Glasmaken is de kunst van het zweet, het gevecht met de zwaartekracht. Daar moet je dus gewoon bij zijn. Dat kan je niet aan anderen overlaten. Die sensatie is een onderdeel van de glaskunst. Het is duidelijk de kunst van de groep. Wij maken objecten en daarbij laten we ons inspireren door de omgeving waar we werken. Dat is het landschap, het water en het riet. Kijk naar het riet. Kijk naar het schitterende lijnenspel, maar dat geeft erg veel mogelijkheden. Mogelijkheden die dan ook tot op de bodem worden benut. Wij werken samen met de meeste glasmaker die dat al 30 jaar gedaan heeft, die er alles van weet, alle kanten van glas gezien heeft. Tegelijkertijd zorgen we ook voor de voeding van de jonge generatie, een Amerikaan die bij ons nu als gast meewerkt. Deze samenwerking, die wederzijds inspirerend werkt, is een vanzelfsprekende zaak voor de 52-jarige Willem Heesen, die hier in de Oude Horn met zijn medewerker van Klei tot nieuwe creativiteit komt. Deze gedecoreerde objecten uit de Oude Horn hebben al de naam poldervazen gekregen. In Acooi krijgt de Nederlandse glaskunst nieuwe impulsen. Wat wij hopen is dat de mensen het glas gaan ontdekken, want niemand weet het. Niemand kent glas zoals glas kan zijn. En dat gaan wij maken.